Meneer Nijboer, dit is wel een ongelofelijke puinzooi geworden. Ja, het is ontzettend moeilijk en een zware tijd. Ik vind het heel verdrietig. Ik vind het heel schadelijk. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat er nu een onderzoek komt naar de hele gang van zaken. Hoe dit zo gruwelijk mis heeft kunnen gaan. De voorzittersruil hier in Den Haag en het vertrek van Khadija Ariep zorgt ook voor grote onrust binnen de Partij van de Arbeid. Ariep voelde zich niet gesteund door haar partijgenoten. Een van hen is Henk Nijboer. Hij zat in het presidium, het dagelijkse bestuur, en steunde een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Ariep. En Nijboer maakt zojuist bekend dat hij uit het presidium stapt. Dat heb ik vandaag besloten en ook de voorzitter direct laten weten, omdat ik telkens bevraagd wordt als PvdA, terwijl je daar in het algemeen belang goede beslissingen voor de Kamer moet nemen. En als je dan elke keer wordt bevraagd, wat vind je als PvdA ervan, dan kun je je werk niet meer goed doen voor de hele Kamer. Ik heb Khadija afgelopen dagen nog gesproken. Heeft ze haar geprobeerd om over te halen om terug te keren? Dat heb ik niet gedaan, want ze heeft zaterdagavond haar besluit kenbaar gemaakt. En daar staat zij achter, omdat zij zegt, joh, er worden allemaal beschuldigingen geuit waar ik me niet in herken. Ik word geconfronteerd met een vertrouwelijk rapport die niet op straat had mogen liggen. En er had eerder gesprek met haar gevoerd moeten worden. Dus zij voelt zich overdonderd, verdrietig en alles wat daarbij hoort. U staat nog wel achter dat onderzoek? Ja, daar sta ik achter. Ik vind dat er ernstige meldingen zijn gedaan en dat zo breed wordt ondersteund, ook door vertrouwenspersonen en bedrijfsartsen. Dat moet je serieus nemen. Als er zoveel meldingen zijn, als mensen zich niet veilig voelen, dat je dan een onderzoek instelt. Daar sta ik voor. Er zijn al veel te vaak klokkenluiders in Nederland geweest. Die zijn ondergesneeuwd. De meldingen zijn zwaar dus, richting Ariep. Ja, die vind ik ernstig, serieus en helaas ook niet incidenteel. Ik vind het vooral heel erg kwalijk voor alle betrokkenen, ook de mensen die zich hebben gemeld, dat die niet de bejegening hebben gehad die zij mogen verwachten. Ik vind het kwalijk voor Khadija dat zij zich niet in de vertrouwelijkheid heeft kunnen verdedigen tegen de mogelijke klachten die er liggen. En ik vind het kwalijk voor het aanzien van het parlement dat we een proces niet zorgvuldig hebben gevoerd en dat we nu in deze nare situatie terecht zijn gekomen. Heeft u dan enig idee eigenlijk wie er gelekt heeft? Nee, ik heb geen idee en ik vind echt dat dat tot de bodem uitgezocht moet worden. Want dit is schadelijk voor iedereen, voor het parlement, voor Khadija Ariep in de eerste plaats en voor iedereen. Zulke beschuldigingen, en dat is natuurlijk ook het probleem dat dit allemaal op straat is komen te liggen. Je bent onschuldig in dit land tot het tegendeel is bewezen. En dat is door het naar buiten brengen van vertrouwelijke stukken wel gebeurd. En dat is super schadelijk voor iedereen.